Oh, wat een drama. Kijk dit. Wat vreselijk. Hoi, lieve Oddenfamilie. En welkom weer bij deze nieuwe Onne Dinsdag. Leuk dat ook jij weer kijkt en gezellig dat je er bent. En we gaan natuurlijk vandaag weer wat leuks doen. Je zou het misschien nu in eerste instantie niet zeggen, maar vroeger was ik echt een op en top, wow, Barbie meisje. Ik wilde echt altijd het nieuwste van het nieuwste wat er op de reclame kwam. Barbie campers, paard, Dr. Barbie, knuffel Barbie, noem het maar op. Ik wilde altijd het nieuwste van Barbie en ik was er echt gek op. Ik had allemaal verschillende kleertjes, ik had superveel Barbies. En dat bracht mij op een ideetje, want ik liep laatst in de Toys en ik dacht, wat nou als ik een Barbie ga oppimpen naar mezelf. Dus dat ik zeg maar de haren knip en verf en dat ik soortgelijke kleertjes aandoe, tatoeages erop teken, een choker maak, weet ik veel wat. Het leek me gewoon een heel tof idee om dat te gaan doen. Dus ik dacht, ik ga op zoek naar stoere Barbie kleertjes, want dat zal de onderhand nou wel zijn er al die jaren, maar mooi niet. Dat was echt een onmogelijke missie. Zelfs op internet was er gewoon geen spijkerbroek van Barbie te vinden. Zelfs geen sneakertjes. Dus het was best wel lastig om spulletjes samen te stellen. Maar het is me min of meer gelukt om een beetje alternatiefjes te vinden en ik ga vandaag dus mezelf proberen na te maken in Barbie vorm. Dit is de Barbie die we gaan oppimpen vandaag. Deze lag in een uitverkoopbak bij de Intertoys. Heb hier wel leuke glitters die je in het haar kunt doen, maar dat gaan we dus niet gebruiken. We gaan puur en alleen de Barbie gebruiken en alle andere attributen dat heb ik zelf allemaal bij elkaar geraapt. We gaan in ieder geval beginnen. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Doe natuurlijk eerst eventjes deze video een hele dikke like geven en abonneer natuurlijk eventjes op mijn kanaal om bij de oh zo leuke, gezellige Onne-familie te horen, want Dolly en ik zouden het super leuk vinden als ook jij daar natuurlijk bij hoort. En dan gaan we nu maar eens eventjes kijken wat we nou eigenlijk vandaag allemaal gaan gebruiken voor attributen en zo. Dit is een witte tafel met accessoires die ik extra heb gekocht omdat er leuke schoentjes bij zaten. We hebben een schaar nodig om de haartjes te knippen. Eyeliner voor Jan Doedel, want die hebben we eigenlijk helemaal niet nodig. Maar ik dacht deze nodig te hebben. Haarkrijt en permanente markers met een hele fijne punt. Yay! Nou, halen we eerst Barbie natuurlijk maar eventjes uit de doos. Gelukkig hebben we al een schaar in de aanslag. Hotsakee. De rest van dit pakketje hebben we in principe niet nodig, dus dat gooi ik lekker weg. We gaan lekker met andere dingetjes bezig. Hier is in ieder geval onze Barbie. Hij ziet er wel super lief uit. Ja, die haartjes zijn een beetje vettig of zo, een beetje vies. Dat knippen we gewoon af tot zoiets. Zo lang is mijn eigen haar ongeveer. Mijn eigen haar komt namelijk net wat over de schouders, dus ik denk dat we het tot zoiets gaan afknippen. En daarna maken we het dus roze met de haarkrijt die ik bij de Intertoys heb gekocht. En ik heb twee kleurtjes genomen, puur omdat deze net te fel was en deze net te donker. Dus ik ga ze gewoon een beetje mengen. En dan hoop ik dat een beetje de goede kleur eruit komt. Het is me nooit echt opgevallen, maar nu ik zelf op deze leeftijd een Barbie zie, zie ik hoe ontiegelijk lelijk het eigenlijk is afgewerkt. Moet je dat haar dan zien? Allemaal van die rare happen eruit en dan hier weer niet. Beetje vreemd. Ik heb hier zo'n heel klein elastiekje, dus misschien is het handig om gewoon zo'n staartje te maken en dat vanaf daar gewoon meteen af te knippen. Gewoon hoppakee, wat maakt het uit. Oké, we gaan in één keer maar die staart eraf knippen. Alvast, sorry Barbie, ik denk dat je dit niet heel erg tof gaat vinden. Althans, ik zou het niet zo leuk vinden als iemand zo mijn paardenstaart als we knippen. Probeer het zo netjes mogelijk en zo recht mogelijk te doen. Maar het is eraf. En volgens mij is het niet echt recht. Oh, oké. Hier hangt nog een hele sliert. Eens even kijken hoe dit eruit ziet. Niet goed. Oh, wat een drama. Kijk dit. Wat vreselijk. Oké, dat moeten we dus eventjes flink gaan bijknippen. Oh, wat dacht ik ook. Oh, arm ding. Super ongelijk. Ik denk dat ieder ander echt huilend thuis zou komen. Dus er gaat nog een klein stukje vanaf. Hier, al dat haar van Barbie. Als het mijn haar zou zijn, jongens, ik zou janken. Echt. Oeps.
Ik ben best wel tevreden zo met het kapsel. Qua lengte denk ik dat het best wel zo overeenkomt met wat ik heb, toch jongens? Maar ik heb natuurlijk roze haar, dus nu gaan we met de haarkrijt aan de gang. Dus even kijken of we dat haar van Barbie mooi roze kunnen krijgen. Oké, dit is dus het kleurtje zoals je ziet. Het komt niet echt overeen. En dit is dus de... Als ik hem open krijg. Jeetje. En dit is dus de roze haarkrijt. Nou, als je dit zo naast elkaar ziet, kun je er best wel een leuk mengeltje van maken. Hoop ik dat het er een beetje mooi uitkomt zoals wat ik nu heb. Nou, we zijn dus klaar met het verven van de haartjes. En ik vind het echt heel erg leuk gelukt zo. Op een gegeven moment ben ik het wel met mijn handen gaan doen. Want het was best wel lastig om alle plekjes te raken met het sponsje. Maar dit is dus het resultaat van de haartjes. Ik vind het heel erg leuk zo. En het lijkt natuurlijk nu een stuk meer op mijn haar. Super, super, super cool. Met die haartjes komen natuurlijk al een heel eind. Maar wat echt niet mag ontbreken, dat zijn natuurlijk mijn tatoeages. Ik heb hier een hele arm vol. Daarvoor heb ik een permanente marker gekocht met een heel fijn puntje. Ik hoop dat het een beetje lukt, want natuurlijk op mijn arm is het al een heel priegelwerkje geweest. Laat staan op zo'n klein armpje. Ik moet zelf eventjes kijken hoe zat het ook weer allemaal. Nou, mijn Barbietje heeft tatoeages. Ik zal ze eventjes laten zien. Het is echt niet heel erg netjes. Je kan eigenlijk amper zien wat het is. Maar dit is dus de sleeve. Hier heb ik de roosjes geprobeerd te maken. Maar roosjes tekenen is gewoon echt super, super moeilijk. Ik vind met name dit stukje wel goed gelukt. Want hier staat bij mij ook zo'n tekst. Destroy what destroys you. En aan de andere kant heb ik het hert geprobeerd na te maken. Maar dat is ook echt super moeilijk. Dus nou, de vormen kloppen enigszins... Wel een beetje. Dan hier de tekst die ik hier op mijn arm geschreven heb. En mijn hartje aan de onderkant. Ik denk dat we nu maar eens naar de kleertjes moeten gaan kijken. Oké, dit ziet er heel fout uit, maar ik moet het nou eenmaal eventjes uitkleden. Mijn idee was om dit jurkje gewoon eigenlijk hetzelfde te houden, maar alleen de bovenkant met een zwarte marker dus zwart te gaan kleuren. Jurkje is gekleurd. Ik vind hem zo een stuk leuker. Je ziet nog wel een beetje roze aan de binnenkant. Als mijn Barbie deze straks aan hebt, zie je daar helemaal niks meer van. Daarnaast hou ik ervan om mijn jurkjes iets korter te dragen. Dus ik ga er toch echt een stukje afknippen. Het staat gewoon net wat stoerder ook. Het zou wel erg jammer zijn als ik het rokje nu te kort heb geknipt. Oké, heel erg tof. Het begint nu echt een beetje op mij al te lijken. Qua stijl, qua haar, tatoeages. Bijna klaar, jongens. Nice. Oké, ik doe de schoen alvast uit. Want jullie hadden al gezien dat ik wat accessoires had gekocht. Deze heb ik bij de Zemo gekocht voor een eurotje. Ik heb het over deze schoentjes met de vleugeltjes. Deze zijn wat grover. Ik zit een beetje te twijfelen welke ik bij haar aan zou doen. Ik doe gewoon aan de ene voet doe ik deze, als die past. Ja. Ik denk toch de zwarte, die zijn net wat grover en wat meer in mijn stijl. Maar nog één dingetje mist en dat is een tattoo choker. Dus jullie hebben misschien een keertje mijn tutorial wel gezien dat ik heb laten zien hoe ik zo'n tattoo choker maak. Ik heb hem nu niet om. Die ga ik nu hierop natekenen, weer met de marker. En als laatste stap ga ik dan een eyelinertje tekenen en dan zijn we dus klaar met Barbie onder die.
Barbie Oddity, hij is klaar. Ik vind hem best wel heel erg leuk gelukt. Zo met het haar en die tatoeages en die kleertjes en die schoentjes en die choker. Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk om te doen. Gewoon om te kijken hoe zo'n Barbie in jezelf kan transformeren. En natuurlijk kan je niet heel veel aan het gezicht veranderen. Dus hij lijkt niet echt heel erg op me qua gezicht of zo. Ik weet niet hoe ik op het idee kwam om dit te doen. Maar ik vind het gewoon echt hartstikke grappig. En de uitkomst best wel goed gelukt. Laat mij natuurlijk eventjes onder in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Ik vond het in ieder geval heel erg grappig om mijn Barbie-tijden weer te herleven. Barbie onder die. Dan wil ik nog even aandacht voor het volgende. Want een hele tijd geleden heb ik een video gemaakt over scheidingen, scheiden van ouders. Hoe ik in het verleden daarmee ben omgegaan. Want mijn ouders zijn op jonge leeftijd ook gaan scheiden. Ik heb die video gemaakt omdat ik weet dat er waarschijnlijk heel veel jonge kijkertjes zitten te kijken die op dit moment midden in zo'n scheiding zitten. Ik werd vorige week benaderd door Villa Pinedo. Die zijn op dit moment bezig met een campagne genaamd Niet Jouw Taak. En als kind van gescheiden ouders zit je vaak midden in ruzies. Heb je soms het gevoel alsof dingen jouw schuld zijn. En bij Villa Pinedo kun je dus terecht op een forum. Je kunt met mensen praten. Je kunt contact krijgen met lotgenootjes. Ik zelf had het in die periode super fijn gevonden als zoiets er was. Dus kun jij dit soort hulp goed gebruiken? Ga dan naar villapinedo.nl. Linkje staat onder in de beschrijving. Hulp kan iedereen in zo'n situatie hoe dan ook goed gebruiken. Dus dat wilde ik jullie nog eventjes meegeven. Lieve onderfamilie, ik wil je natuurlijk heel erg bedanken weer voor het kijken. Ik hoop jullie natuurlijk allemaal aankomende vrijdag weer te zien met een hele nieuwe leuk of meuk. Dan gaan we weer wat nieuws testen gezellig. Heel veel lieve kusjes en knuffels voor jullie. Toedeledokie. Doeg!